Hallo, welkom en leuk dat jij kijkt. Digitaal presenteren, het is niet eenvoudig. In deze tijd wordt het steeds vaker gedaan. Mensen gaan contact zoeken met elkaar via de computer. Dat moet wel, want ja, je mag niet meer dan met zoveel mensen bij elkaar aanwezig zijn. En er zijn mensen die zeggen, ik voel me daar niet lekker bij. Want samen contact met elkaar via een schermpje is toch niet hetzelfde. En ik zie ook mensen waarvan ik denk, ja jongens, let op, als je dit of dit of dit een beetje anders doet, krijg je misschien toch een beter gevoel erbij. Wat zijn de tips? Die volgen straks. Je kunt de 5 tips na elkaar bekijken. Het is niet hetzelfde als persoonlijk aanwezig zijn, dat is het nooit. Maar er zijn wel dingen waar je op kunt letten, zodat het toch wat beter wordt en daardoor voor iedereen leuker om met elkaar contact te hebben, digitaal. En als je echt iets gaat presenteren, want je gaat een presentatie geven, of je gaat een lezing geven, of je gaat uitleg geven over iets, denk dan aan deze tips. Je kunt ze echt goed gebruiken. Tip 4. Als jij een verhaal vertelt, digitaal, dan is het contact al lastiger. Daarom vertel je verhaal kort en krachtig en ga niet al te lang uitweiden. Want mensen vinden het toch al lastig om hun aandacht erbij te houden, om goed in de stof te duiken. Vertel gewoon kort en krachtig waar je het over wil hebben en stel vragen. Dat betekent dat het wat interactiever wordt en dat het niet van één kant steeds maar een verhaal wordt waar mensen op een gegeven moment, ja, dat wordt dan te veel. De aandacht constant bij het scherm te houden is veel. En als ze zelf input kunnen geven, dan is dat veel leuker. Dus probeer ook vragen te stellen. Dus wijd niet te veel uit, stel vragen. Zo, ik hoop dat je weer wat gehad hebt aan deze 5 tips over digitaal presenteren. Kijk in de camera, wees enthousiast, gebruik je mimiek, doe het kort en krachtig, niet te veel en zorg voor die 3 punten die de mensen onthouden. En mocht je denken, nou, ik kan wel wat hulp gebruiken bij de rode lijn van mijn verhaal. Wat is nou precies de kern? Hoe kom ik beter over, digitaal of gewoon, als je straks weer mag, voor een publiek, live? Ik help je graag. Ik weet waar ik naar moet kijken. Houding, mimiek, gebruik van stem en doeltreffende gebaren. En we zorgen samen dat jouw presentatie, lezing of iets anders wat jij wilt vertellen aan een publiek goed overkomt, zonder problemen, op jouw manier. Dus, meer informatie vind je natuurlijk op mijn site www.gebarenrijk.nl en ik hoop je in de toekomst te zien. Dank voor het kijken. Doei!